Viewer discretion is advised. We're on a mission. No? A mission of peace, huh? Mission of peace? To find the conjurer of cheap tricks and to exploit his knowledge. Een eerste ontmoeting. Casper van der Putten! Een lezing is het. Het is een lezing. Een reading. Een reading, een lezing. Een reading. En we zullen hem eens goed uit gaan horen. Zuur. Mijn maag brandt door. Eerst die koffie nu. Dit wil je? Wil jij? Nee. We hadden het over mijn gebouw. Jouw gebouw? Ja, dat ging niet zomaar aan de grond. Als een flat instort zonder bom of aardbeving of vliegtuig, dan kan het nog maar aan één iemand liggen. De architect. Dus die wordt opgesloten, terecht. Toch? Wat? Is toch terecht of was het een foutje? Nee. Jij kan ook gebouwen maken die blijven staan. Ja. Dus is het terecht? Ja. En de nabestaanden krijgen geld omdat hun man op de 10e verdieping zat toen het ding naar beneden kwam. Of hun vrouw net op de receptie stond, want iedereen is dood. Nee. Nee? De liftportier heeft het overleefd. Oh ja. Ik wist niet dat een gebouw zo snel naar beneden kon komen. Zonder bom. Dat is die spannende kleine stuff. Het ging over 9-11, heel erg. Is dat een probleem? Nee. Ik weet het niet. Ja, we moeten toch daarop terugkijken. Op een lekker nootje. Nee, we moeten toch daar over nadenken wat het met ons gedaan heeft. En dat doen we allemaal wel. Maar waarom niet op een soort theatrale manier, toch? Of in theater? Ja. Toen ik voor het eerst beelden zag van 9-11 op televisie, dacht ik, oh, dat is wel een hele goede film dit. En ik denk dat het ook, het is zo'n abstract gegeven. Dat je moet kijken om verschillende kunstvormen om daar iets... Ik denk dat je de realiteit veel krachtiger kan benaderen door de kunst. Waarom? Ja, omdat het... Dat is natuurlijk een hele prettige manier om abstract ernaar te kijken. Om voor jezelf dingen in te vullen. De afstand schept... Nou, schept ook weer... Ja. Dat is een wonderlijk mechanisme. Ja. Zou je dan niet eigenlijk jezelf tot doel moeten stellen... alle grote politieke dilemma's te vertaliseren? Absoluut. Absoluut. Maar niet in een keer, hè? Ze zijn naamloos. Dat zou een dolle boel worden. Nou, een vrij dolle boel. Op één avond, alles? Alles in één keer. Net als een schilderij, daar gooi je kleuren tegenaan. Nee, ik verander van karakter waar je bij staat. Die je doet op de mensheid. Deze nee, die mannen die gaan nog gewoon dagen door. Maar wij zijn nu aan het einde. U kunt deze voorstelling nog komen kijken.